Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik heb vandaag een Lilliput, de 2441 serie. Het is een NS6400. 6401 is zijn originele nummer, maar iemand heeft er op een best nette manier 6411 van gemaakt. En deze locomotief heeft een aantal problemen. Ik heb hem gekocht met het probleem dat een van de motoren niet werkte. En bij het nalopen van alles ben ik er ook achter gekomen dat de verlichting aan één kant niet goed werkt. En de motor is het probleem dat, even kijken, een van de twee motoren heeft een gebroken stukje plastic wat de contacten op de koolborstels houdt. En ik zeg twee motoren, dat is ook een beetje het uniek aan dit model. Deze Lilliput heeft twee motoren op elk stel 1. Kijk, en hier is het gebroken stukje plastic, wat je er dus uit kunt halen. En daardoor maakt hij soms geen contact op de koolborstels en dan rijdt hij niet. Om alles na te lopen heb ik even hier draden opgesoldeerd, zodat ik makkelijk kan testen wat er gebeurt. Die draden zitten eigenlijk op de plek van de contacten van de wielen. Nou, die koolborstel repareren, dat is een fluitje van een cent, denk ik. Want ik denk met een druppeltje lijm hier op het plastic, zodat hij niet meer losschiet. En eventueel ook dat hij vast zit aan de motor zelf, dan zou dat probleem opgelost zijn. Ik zie wel dat mijn lijmvies is. En deze. En dit model is een heel oud model. Het is de jubileum editie. Het is de eerste versie. Kijk, daar is de lijm al. En dit model heeft in plaats van één motor met een as. Heeft hij twee motoren op elk van de wielen 1. Hierdoor rijdt hij waarschijnlijk best goed analoog. Digitaal schijnt het een groot probleem te zijn om hier iets mee te kunnen. Zo, de koolborstelaansluiting niet aan de printplaat monteren, maar aan de motor. Daar en. Ik moet dit even een beetje buiten beeld doen. Want dit komt nogal nauw. Merk ik. Dit model is berucht omdat als een van de motoren net iets op een andere snelheid loopt dan de andere, dan ontspoort deze continu. Nou. Een van de motoren liep compleet niet. Dus deze zal niet fijn gereden hebben. Een van de motoren loopt nu nog steeds af en toe niet. Komt omdat de plastic houders voor de koolborstel, die moet echt goed tegen elkaar zitten. Dus ik ga even een wasknijper zoeken. Zo.
De wasknijper zit erop. Die knijpt precies de onderdelen op zijn plek. En de motor werkt nu ook gewoon. De verlichting. Hij loopt wat moeilijk, maar de verlichting aan deze kant waar de wasknijper zit werkt goed. Aan de andere kant doet hij helemaal niets. Hier binnenin zit. Hier zitten twee lampen. En hier binnenin zit een lichtgeleider. Twee lichtgeleiders over elkaar heen. Eentje voor de witte lampen. Hier op de voorkant. En eentje voor de rode lampen, de twee. En aan de achterkant is het hetzelfde. De witte lichten, drie stuks. En twee voor de rode met een redelijk ingenieuze lichtgeleider. Ik hoop dat dat te zien is. Die lichtgeleiders worden van kleur voorzien door middel van redelijk oude lampen. Ik weet niet meer de Nederlandse naam daarvoor. Ze geven in ieder geval een redelijk oranje licht. Dus doordat de lichtfilter of de lichtgeleider naar de rode lampen, dat is een rode lichtgeleider. En deze geven al een vrij rood oranje licht. Ziet die rode lamp er goed uit. De witte lamp daar, krijgt een heel warm licht. Omdat als ik hier nu LEDs voor zou willen gebruiken. En daar zit ik echt over te twijfelen of ik dat zou willen. Dan zouden dat dus ook hele warme LEDs moeten zijn. Of ik zou een rode en een witte LED erin willen doen. Maar dan zit ik met een boel weerstanden. En ik denk dat dat best een lastige klus zal zijn om dat hier nog ergens weg te werken. Dus ik ga eerst de heleboel laten drogen, dat de motor goed werkt. En in een vervolgaflevering gaan kijken wat ik hiermee ga doen. Analoog, digitaal, lampen corrigeren, hoe ik de lampen ga doen. Of ik hier misschien vervangende lampen van heb of kan vinden waardoor ze kapot zijn. Ik vind het verder wel een mooi model. Het schijnt niet helemaal accuraat te zijn, maar dat is wel vaker met deze modellen. Oh, en een heel groot probleem is, mocht je hier een decoder in willen stoppen. Succes, er is geen ruimte. Dus daarvoor moet je een stuk van het gewicht af zien te vrezen. En hij is totaal niet voorbereid. Dus de kans, pardon, de kans dat dat gaat gebeuren, is vrij klein. Bedankt voor het kijken. Het was een korte dit keer. En tot de volgende keer.